Nee, bedankt. Mono, hala. Je hebt hier inderdaad ook geen internet. Zie je nou verliefd te kijken? Niet. Oh shit. Oké, dit is dus een lavatube case. Ik kan niet staan. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Welkom vanuit Maui, hier zo in Hawaii, jongens. En kijk eens aan, we zijn weer hier heerlijk mooi wakker geworden op het resort. Met in de verte de wolken die echt zo gaaf steeds hierboven hangen. Het blijft toch elke keer daar hangen. Kijk eens, je kan het strandje nu daar ook lekker zien in de verte. En jongens en meiden, we zijn ook alweer helemaal aangekleed. Maar het is eigenlijk even lekker eerst tijd om de knorrende maag te gaan vullen. Want ik heb echt zieke honger. En ik zag gisteren dat ze hier boterhammen met pindakaas hadden. En er is dus zeg maar één ding waar ik op dit moment trek in heb. En dat is dat. 3 bammetjes met pindakaas, jongens. Oh, wat lekker. Wat lekker, wat lekker. Yes, jongens en meiden. Het ontbijt is er dus heerlijk ingegaan. En het is tijd vandaag voor een zieke roadtrip met deze auto. Want we staan hier aan de zijkant van Maui, jongens. En Road to Hana is dus blijkbaar een van de mooiste stukken van heel Hawaii zelf. Gewoon van alle eilanden. Dus vandaar dat... You're not gonna miss a thing, guaranteed. Je hoort het al. You with me now. And I'm gonna give you the A number one Maui experience, eh? So just focus on creating... Er zit een tourguide bij, jongens en meiden. Een hele goede morgen nogmaals. Ik ben hier vandaag samen met Lynn natuurlijk. Met wie anders? Het is niet dat ik niet eens met iemand anders je ben. Maar wij gaan dus vandaag de Road to Hana doen. En dat is dus een tour met echt allerlei mooie tussenstopjes en dingen. Watervallen en ja, wat nog meer eigenlijk? Wat is er nog meer? Ja, ik weet het niet. Ik weet watervallen, zwemdingen. Ja. Nou, we hebben dus een soort van app gedownload. En dat is dus eigenlijk onze tourguide die de hele tijd aan het lullen is. Let op. Your own unique adventure today. Oh, and one more thing. Oh. Now, this might sound a little strange, but the road to Hana has a way of changing you. Almost like a mystic pathway to, well, it's different for everybody. Kind of hard to explain. Oké, nou, hij zegt dus basically dat de Road to Hana ons gaat veranderen vandaag in andere personen. Het is een echt Amerikaanse app, dus lekker overdreven. Maar ja, dit is dus echt ons beginpunt van de roadtrip, jongens en meiden. Dus wij gaan gewoon lekker rijden en kijken wat we allemaal gaan tegenkomen vandaag. We hebben lekker het dakje open, ik heb er heel veel zin in. Dus we gaan mijn gordel aandoen en dan gaan we beginnen. Kijk, de navigatie hebben we ook even ingevuld. Die geeft hier aan dat het 2 uur rijden is voor 70 kilometer. Waarschijnlijk komen we ook, ik denk allemaal hele kleine, smalle weggetjes en alles tegen. Ik denk het wel. Als ik zo keek naar de route, denk ik het wel. Ja. Ja, en één ding wat er wel tegen ons gezegd is, is blokkeer niet de weg. Dus als er locals langskomen, ga gewoon eventjes voor ze aan de kant. Want blijkbaar ergeren de locals zich dus best wel dood aan toeristen en alles die heel langzaam die route gaan nemen, omdat ze gewoon gaan kijken naar de omgeving. Terwijl de locals, die moeten er gewoon langs natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. We gaan de tourguide aanzetten en let's go. Oké, blijkbaar is dit het echte punt waar we beginnen. We gaan dus echt al gelijk door een soort van ja, jungle-achtig iets. Heel veel groen. Dit is het startpunt van de tour. Dus niet waar we net stonden, maar echt dit is het startpunt van de tour. Het regent trouwens keihard, jongens. Kijk eens hier. Maar het gekke is, wij worden gewoon niet nat. Op de een of andere manier worden we niet nat in de auto. Omdat we zitten echt net onder dat dakje wat zo over ons heen gaat. Check dit, jongens. Dit is dus de kronkelweg die wij nu helemaal af gaan leggen. Maar hij draait straks even voorbij, denk ik. Het is ook echt een kronkelweggetje helemaal door de bergen heen. Ja, nu kun je het goed zien. Ja, hier, echt niet normaal. Heel erg. En het ziet er dus ongeveer zo uit. Het regent nog steeds, maar ik voel gewoon geen druppel, niks. Hoe kan dat nou? Want je ziet het... Ja, maar dat komt door dit. Omdat het zo naar voren gaat. Ja, maar ook... Ja, kijk, nu voel je het een beetje. Maar we kunnen gewoon met het dakje open blijven rijden. Terwijl het gewoon echt wel... Ja, het miezert een beetje nu. Blijkbaar het stuk wat we nu dus rijden heet ook de Hawaïaanse rollercoaster. Omdat het dus... Nou ja, je kijkt maar weer. Echt een rollercoaster is hoe je hier gewoon door de bergen rijdt ook. Check dan, hier weer een haarspelbocht. Oh. Hier moet je echt wachten. Zodat die boom hier? Keep Hollywood out of Hawaii staat er. Oh. Check eens. Wat een route, jongens. Er zijn 620 bochten die we vandaag afleggen. Hier, check dit ook hierboven. Maar
Wat er dus ook gezegd wordt, is er zijn soms bruggen die we tegenkomen. Er kan maar één auto tegelijk op. Dus dan moet je met elkaar af gaan spreken. Of je moet even zo doen van kom maar. Dat eerst de ene mag en dan de ander. Zo met die bocht hier, jongens. Nee, ik zie dat helemaal niet. We zijn heel even eruit gestapt. Kijk, dit is echt een beetje de natuur waar we ons in bevinden. Hier kunnen we ook even van de zijkant staan. Het is echt een regenwoud hier. Hier ook weer zo'n gekke, grote, opvallende boom. Maar we hebben eindelijk even een beetje even een pauzetje kunnen nemen hier. Om even hiernaar te kijken. Ik ga proberen een timelapse te maken, jongens. Dat is misschien een stukje mooier ook. Kunnen jullie een beetje mooi meekijken. Een beetje een beeld kunnen krijgen van de route nu. Kijk eens ook, we rijden hier langs allemaal mooie bomen. Dat is het ook voornamelijk, hè? Heel veel op Hawaii is gewoon bomen kijken, natuur kijken, gebergtes natuurlijk, ja, watervalletjes, stranden. Stranden hebben we nu best wel veel gezien, maar ja, ik vind dit ook wel gaaf. Kijk, dit is zo'n brug. Jongens, hier moeten we dus kijken of er wat aankomt. Nou, er komt niks aan, dus hop, wij kunnen. Er was ook maar één auto overheen. Net hadden we wel een tegenligger, hè? Net wel, ja. Nou, en wat vinden we ervan tot nu toe? Heel mooi. Ja, hè? Het is apart. Heel mooi. En ik moet zeggen, ik zit soms wel echt een beetje te schijten, jongens. We staan nu toevallig hier achter allerlei auto's. Ik weet niet waarom dat is, maar we staan nog steeds hier gewoon midden in de jungle. Zo, 5 minuten later. Oh, het begint echt ineens keihard te storten hier. Kijk dan. Het is echt, echt een regenwoudachtig klimaat hier. Niet normaal. Zo, nu komt er wel naar binnen. Ik heb het even het dak maar even dicht gedaan. Wat gek aan deze auto is, de ramen sluiten hier niet helemaal. Zie je? Kijk, ik krijg het natuurlijk echt niet dicht. We hebben het gisteren op elke mogelijkheid geprobeerd, maar ze... Dat lukte niet. Nee. Nee. We hebben alles geprobeerd. Maar op een bepaald moment zitten ze wel dicht, toch? Nee, ja, alleen, hij sluit alleen als het dak er niet op zit. Dan zitten de ramen wel tegen elkaar aan. Dus het is een beetje raar, want het regent nu ook gewoon naar binnen. Je hoort ook gewoon alles nog best wel goed. Maar de reden dat we hier staan is dus blijkbaar omdat ze zeggen dat er een boom waarschijnlijk op de weg gevallen is. En die zijn ze nu aan het weghalen en dat kan een half uurtje duren. Dus vandaar, het is ook nog best wel een gevaarlijke weg. Want stel je voor als die boom op je auto wordt gevallen of iets. Maar ja, daarom staan we dus nu hier met z'n allen te wachten tot die bomen weggehaald. Maar het is echt blijkbaar al echt een stuk verder. Dus er staat een redelijke file al. Oh, en ik zie toevallig dat ze nu gaan rijden. Oké, dat zou mooi zijn. Oh, en hier, ook modder. Check deze weg, jongens. Check deze weg. Die klif hier. En hoe regenachtig. Zo, wat, ja, dit kan gevaarlijk zijn natuurlijk. Ook met modderslides en misschien dat soort dingen. Oké, jongens, we zijn weer een beetje, nou ja, ik wil niet zeggen uit de regen, maar nog steeds hier in het oerwoud, zoals je ziet. De ruitenwissers staan nog steeds aan. Ik ben wel echt heel benieuwd waar we straks dus gaan uitkomen allemaal. Want het is nu echt gewoon alleen nog maar regen. Geparkeerd, jongens. We konden eindelijk eventjes aan de kant en we staan dus gelijk hier op een punt ook waar je ja, best wel een groot uitkijkpunt hebt. Kijk eens als we ook naar deze kant kijken. Dat is het weggetje wat we straks gaan vervolgen. Dat zijn ook nu een beetje de wegen die we aan het afleggen zijn. Echt dwars door gewoon puur en alleen maar bossen, bomen en ja, kronkelweggetjes. Voel je een beetje veilig bij mij in de auto? Ja. Ja? Ja. Doe ik mijn best? Ja. Zo ja, want we hebben echt wel een paar weggetjes gezien, jongens. Je zag het net ook al dus, dat je echt denkt van hoe is het toegestaan om hier te mogen rijden gewoon. En de mensen die hier dus wonen in Hawaii, dat werd dus verteld door die tourguide, dat ding is best wel handig, dat die dit gewoon, nou ja, eigenlijk elke dag moeten rijden. Elke dag die kronkelweggetjes. Dus dan snap ik ook wel dat ze gek worden van toeristen die heel langzaam natuurlijk gaan rijden. Oké. We gaan hier eventjes iets moois zien. Kijk, het is ook wel heel vochtig. Aan de rechterkant komt ie. Ja, ga erop. Zo.
waterval. Hey. Ja, jammer dat je niet kon parkeren. Nee, de app zei dat het illegaal was. Er stond daar wel een auto, maar als je daar eens parkeert, dan heeft de inheemse bevolking hier even zegt een hekel aan je, omdat je dus ook de weg blokkeert. Wow, er staan dus overal borden, jongens, met falling rocks. Kijk dit. Zo. What the fuck? Dit is gewoon echt op de weg gevallen, hè? Dus ze zijn echt, als die op je had gekomen, waren grote stenen. Holy shit, daar wil ik echt niet aan denken nee, eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ga maar snel door. Onze app, die zegt, nee joh. Onze app zegt dus net dat er blijkbaar hier een cave is waar we in kunnen. Dat is het. What the fuck? Kijk uit, kijk uit. Hey, zonder deze app hadden we dit niet geweten. Nee, niemand stopt hier ook. Echt niemand stopt hier. Maar... What the fuck? Hij zegt, je kan erin en daarna wordt het wel zo groot dat erin kan staan. Dus gaan we erin of niet? What the fuck? Hij zegt, het is niet gevaarlijk. Er zitten ook geen vleermuizen, zegt hij. Het is niet gevaarlijk. Oké, maar het ziet er wel fucking eng uit. Maar wat heb je What the fuck, schat? Wat is hier? Weet ik veel. Ik vind dit best wel eng, man. Omdat hier ook niemand stopt. Ja, eerlijk? Welkom. Hallo? Oké, we gaan... Maar hier zat lava in, hè? Cave? Ja. Oké, dit is dus een lava tube cave. Ja, je kan hier staan. Best wel meevallen hoe eng het is, jij niet? Oké, jongens. Dit is dus ontstaan omdat hier inderdaad lava is gekomen en dat is hier overheen gevallen. En toen opgedroogd... Wat zei ze nou? Ik weet het niet precies, maar ik zit achter me te kijken en het is echt een beetje creepy. Er is gewoon niemand hier. What the fuck? Het is echt fucking groot. Ja, het loopt helemaal door. Wacht, even de uitgang filmen. Kijk, dit is echt heel raar. Zie je mij goed of niet? Ja, je kan jou best goed zien, ja. Ja? Ja. Oké, maar deze hadden we echt zonder die app nooit geweten. Holy shit! Nee, het loopt niet nog meer door, hè? Het is echt heel groot. Daar gaan we toch niet in? Toch? Dit is echt eng. What the fuck? Oké. Dit is echt een hidden spot in Hawaii. Het gaat echt extreem ver door. Oké, ik durf niet. Nee, we gaan niet verder, schat. Ik vind het goed zo. Ik vind het goed zo. Kun je eens bijschijnen voor mij ook? Wacht, ik blijf even van de achterkant bij ons schijnen. Oké. Ik weet niet, man. Ik vind het helemaal niet fijn om hier in te lopen, eigenlijk. Je hebt toch ook die gasten, die cave, die echt in zo'n... In zo'n god gaan waar je echt net in past als mens, zeg maar. Dat zou ik nooit doen. Ik vond dit al dat ik dacht... Mm. Ja, dit is al een gekke ingang eigenlijk. Oké. We gaan eruit. Oh, cool. Hier kom je eruit. Hey. Oké, we zijn er weer uit. Daarachter zie je mooi de oceaan. We gaan door met de auto. Heel gek. Ik vind dit is creepy, maar dat komt meer door de beesten, denk ik. Niet claustrofobisch, dat totaal niet. Maar jij vond het dus helemaal weer niet eng? Nee. Dat is toch raar? Ja, toen ik zag dat er genoeg ruimte was, vond ik het niet eng. Nee. Nou, we gaan weer verder. Kijk, we hadden het ook echt niet gevonden. Daar. Dat gat. Dat is ook totaal niet bekend onder mensen, denk ik. Oh. We waren de enige gewoon, hè? Ja, we waren de enige. Weer een mooie tussenstop langs de weg. Kijk eens. Mooi. Natuur in Hawaii. Oké, we gaan wel... Door moeten rijden nu. Er staan auto's achter ons. Maar je ziet heel veel watervallen langs de weg ook. Als het goed is komen we straks ook nog echt een hele grote mooie tegen. Want dit zijn natuurlijk allemaal best wel kleine watervalletjes een beetje. We zijn even uitgestapt. We moeten echt uitkijken hier. Want kijk eens. Oh. Zo, niet naar beneden vallen hier, schat. Hé, hey. Ja? Niet naar beneden vallen hier. Nee. Oh. Als mijn moeder dit ziet, krijgt ze echt schrik gewoon. Dat je hier staat. Ja, we zijn ook over de vangrails heen gestapt. We staan hier voor het bos. Maar hier heb je dus een hele waterval.
die daar naar beneden valt. Ja, je ziet hem net niet helemaal lekker, denk ik. Maar ik durf niet nog iets verder hier. Ik kan misschien nog één stapje doen. Nee, het glijdt al weg daar. We zien in ieder geval wel echt heel veel van de natuur van Maui vandaag. Maar vooral de watervallen zijn natuurlijk wel super gaaf. God, de watervallen, alles. Oh. Nee. Schat. Fuck. Schatje. Mijn favoriete schoenen. Nee, joh. Oh, fucking hell. Oh, godverdomme. Het valt me wel op trouwens dat het echt lekker rustig is. Toch wel. Net stonden we in de file, maar voor de rest op heel deze route hier is het echt wel best chill en prima te doen. Wat de fuck. Midden hier in de jungle. Een schoolbus. Ja, dat is echt heel random. Hoe dan? Ja, geen idee. Ja, die mensen moeten ook naar school natuurlijk. Ja. We zijn uitgestapt, jongens. En we zijn bij iets waar we... Oh, ja, kijk, ik zie het al. Je moest hier dus minimaal een dag van tevoren voor reserveren. Want het is dus blijkbaar... Nou ja, zeg jij maar. Wat? Zwartzand. Ja, ik wist niet wat je bedoelt. Zwartzand. Ja, zwartzand. Een zwart strand, jongens. Kijk eens aan waar wij aangekomen zijn. Daar in de verte zien we het liggen. En dit is dus een van de weinige zwarte stranden. Volgens mij zijn er maar twee op heel Hawaii. Die ze dus hebben. Oké, laten we even naar beneden gaan. Vanaf hier ziet het er sowieso echt heel apart uit. Dit komt dus ook door de vulkaan. Maar je mag dus ook niet zomaar hier het strand op. Je moet dus echt minimaal een dag van tevoren reserveren. Dus dat hebben we gelukkig gedaan. En dan word je dus toegelaten hier op het strand om te kijken. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat strand dan aanvoelt ook. Want zwart zand, het ziet er echt heel raar uit vanaf hier. Oké, let op. We gaan het even oppakken. Ja, hier, check dan. What the fuck? Het voelt wel gewoon normaal. Ja, dat wel. Een beetje zwaarder. Maar het is echt iets raars. Ja, het voelt best wel normaal. Gewoon echt als normaal zand. Zo, wat gek. Oké, ik leg het even neer weer. Het bestaat ook voornamelijk uit dit soort stenen allemaal. Maar het is wel een gek plaatje zo. Een zwart strand. Ze hebben hier aan de zijkant ook weer een cave of iets. Oké. Gaan we dit weer doen? Huh? Gaan we dit weer doen? Ja, mag... ik zag aan de andere kant iemand lopen, maar deze vind ik toch wel een beetje krap. Deze wel? Oké, laten we gaan kijken. Oh nee, wow, kijk eens. Nee, Lin, je moet komen. Wow, dit is gaaf. Zo, dit is echt heel dik. Oké, dit is wel gaaf. Ik vind dit minder eng dan die vorige. Ja, deze is wel minder eng. Zo. Jezus. Dit is wel echt heel, heel mooi. Kijk eens even waar je in staat dan hier zo. Daar komen wij dus uit dat gat. Nou. Dit is echt een gave plek toch zo? Heel mooi. Ik had niet verwacht. Nee, hè? Het is niet echt een lekker plekje om hier te gaan zonnen of iets. Dat sowieso niet. Nee, ja, er komt geen zon. Nee. Maar als we nog iets verder lopen. Kijk, het slaat ik echt hier helemaal tegen de rotsen aan, het water allemaal daar. Oh shit. Oh, precies op de timing. Oei, oei, oei. Oh shit. Lin zei het net ook al. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik zwart strand en een zwart zand er wel iets anders... Oh, iets gekker uit zou vonden. Ja, toch, het ziet er best normaal uit. Ja, hè? Ja. Je bent er wel snel uit of zo. Ja. Ik had echt verwacht dat ik hier op zou lopen en dan zou denken van... Wow, dit is echt heel raar, maar... Het valt best wel mee. Zo, en we komen hier achter ons. Komen we er weer uit. Nou, daar zijn we weer. Leuk om gezien te hebben, maar wij gaan weer door met onze route. Want... We moeten nog een stuk, hè, schat? Ja, we moeten echt nog een stuk. En we moeten de hele route ook nog terug. We zitten weer lekker terug in de auto. Onze route gaat weer door. Kijk eens hier achter mij. Ik doe expres een beetje het dak open, zodat jullie ook een beetje de omgeving zo kunnen zien. Dit hier. Het gaafste vond ik tot nu toe toch echt wel gewoon de route zelf. Door al die bomen en gevaarlijke weggetjes. Het is best wel een beetje adrenaline kick om daar gewoon doorheen te rijden. Dit doet me dus echt zo erg denken allemaal, jongens, aan Lilo en Stitch. Kijk waar we op uitkijken. Ik heb heel even de auto aan de zijkant gezet. Er staat dus ook blijkbaar een callbox voor als je dus in nood bent. En je bent hier in the middle of nowhere. Oh, je zit echt in the middle of nowhere natuurlijk. Kijk, heb je hier een callbox dat je kan bellen van ja, als je in nood bent. Want je hebt hier inderdaad ook geen internet. We hebben echt geen bereik hier. Dus het enige wat we eigenlijk dus zouden hebben is zo'n emergency box is dit. Oh, en dan staat dit er ook nog. Callbox is out of service. Zo. Hij doet het gewoon niet, die callbox. Niet. Stel je voor dat we hier s'avonds hadden gestaan zonder tank of wat dan ook. Ja, dan kun je niks, want je hebt hier ook geen bereik. Je hebt helemaal niks hier, hè? Ja, echt midden van de jungle dit. Ik ga jullie trouwens even eerlijk wat vertellen, jongens en meiden. We rijden nog steeds natuurlijk door heel... Zo, dit is ook lijp. What the fuck? Dit kun je wel filmen. Zo, dit ziet er wel echt dik uit. We gaan hier weer een brugje over.
Kijk eens. Oh. Niet te geloven. Zo. Watervallen. Prachtig. Maar de weggetjes zijn natuurlijk echt heel heftig, zoals je ziet. En ik had nog heel dodelijk gezegd aan het begin van ja, zou jij anders misschien ook een stukje kunnen rijden, Lin? Dan kan ik wat makkelijker filmen. Maar als ik dit nu zie... Dan ben ik echt blij dat ik wel gewoon lekker aan het stuur zit. Dan had ik dit Lin echt niet aankunnen. Ja, en je kan ook niet zo makkelijk switchen, hè, van wie er rijdt. Want nee. Je kan hier bijna nergens stoppen. Ik kan bijna nergens stoppen, inderdaad. Er liep daar ineens random iemand op de weg. Wat gaat die doen dan daar? Hij gaat naar de waterval. Ja. Heeft zijn auto hier helemaal neergezet. Kijk, hij heeft hem hier geparkeerd. Nou, lekker langs de kliffen. Iets te eten, jongens. Kijk, even lekker met de GoPro zo. Je hebt hier namelijk het enige wat je hier hebt qua eten zijn gore foodtrucks, maar dat durven we echt niet aan. Nee, dat durven we echt niet aan. Dat is echt meer voor de locals. Ja, dat denken wij ook inderdaad. We rijden op het stuk waar we dus net vast stonden. Kijk, maar je ziet ook hier, het is hier zo vochtig dat alles aan de zijkant hier gewoon helemaal nat is nog. Dit allemaal is nat. Maar hier was dus net een boom omgevallen of iets blijkbaar. Die kunnen we nu niet meer zien, denk ik. Dus rij maar gewoon even lekker door. Oh, hier zie je wel. Volgens mij zie je iets hier liggen. Zie je hier wat liggen? Ja. Oh ja, het is hier op de vangrails gevallen. Kijk. Kijk. Wat? Zo, die hele vangrails is kapot. Kijk. Niet normaal. Ja, als die valt, dan moet je nagaan. Als je dan met je auto in rijdt, misschien houdt hij het dan niet. Kom daar vandaan. Naar boven, ja. Jongens, het is wel echt avontuur om hier te rijden. Kijk, als hier rechts is, volgens mij. Hier ook. Ja. Heftig. Ja, het is echt wel echt een leuk avontuur. Maar dat is ook echt wel Hawaii een beetje, denk ik. Het is gewoon echt heel veel rijden, ook wegen ontdekken en de natuur zien. Dit, bijvoorbeeld die Road to Hana die we dus nu gedaan hebben. Het is gewoon letterlijk een weg. En dat is eigenlijk een toeristische trekpleister. Dus het is heel veel in de auto ook, maar omdat je dan ook natuurlijk gewoon echt hele gave dingen ziet. Zoals ja, dit hier bijvoorbeeld. Ook echt weer niet normaal. We zijn dus onderweg alweer terug, jongens en meiden, maar je moet dus ook weer die hele route terugrijden blijkbaar. Gewoon hetzelfde. Dus vandaar dat we dus hier dit weer zien. En jongens en meiden, als ik de deur hier open doe, kijk eens, dan komen wij precies op een heerlijk moment terug. De zon schijnt nog volop. Het is hier dus ook weer heel ander weer dan dat stukje tropische regenwoud waar we net waren. Dus dit is echt weer compleet anders, om zo te zien. We zijn dus weer terug op het resort en we gaan even lekker eten. Daar zitten we dan, met uitzicht weer op de vulkaan. Hé, dat uitzicht is wel echt heel mooi, hè? Het blijft mooi, hè? Vooral het konijn hierachter. Ja, het eiland heeft al echt alles, moet ik zeggen. Bergen, echt van alles gewoon. Ik heb geen zin om het nog een keer allemaal op te doen, jongens. Maar wij gaan even lekker proosten. We hebben hier de Frozen Mai Tai. Ziet er super lekker uit. Maar proost erop. Op een mooie avond. Zo'n cocktail als dit betaal je trouwens ook weer $20 voor. 24. Echt waar? Jeetje. Ik zag het ook in steak op het menu staan. $74. Het is dus, omdat natuurlijk ook echt alles moet hier naartoe verscheept worden of met het vliegtuig. Ze hebben hier geen... Ja, ze kweken hier niet alles zelf natuurlijk, zoals we dat allemaal lekker in Europa wel kunnen doen. Dus alles is gewoon echt extreem duur. Wat lach je nou? Wat lach je nou? Ik ben gewoon lekker enthousiast aan het vertellen. Ja, weet ik. Laat me lekker vertellen dan. Ja, lekker hoor. Een burger. Eet smakelijk. Smakelijk. De zon is aan het ondergaan, jongens, daarachter. Ik denk dat het nog een half uurtje is. Vandaag helaas niet zo'n leuke verrassing. Hè? Nee, dit is klaar, hè? Ja. Maar alsnog wel gaat dat mooi worden. Het strand ligt echt super dicht bij ons resort, dus waar we gisteren zaten. Daar komt ze. Hallo mevrouwtje. Hallo.
Hallo mevrouwtje, kom eens even kijken joh. Hey jongens, oh, daar is hij hoor. Allerlei mensen zijn hier ook gaan zitten gelijk. Net zoals gisteren is hij weer echt ontzettend mooi. Wauw, met de vulkaan weer op de achtergrond. Die blijft gewoon echt, dat blijft een gaaf ding. Kijk eens. Oh, en je hebt daar ook nog een prachtig punt waar je de zonsondergang kan kijken of de zonsopkomst. Moeten we ook nog een keertje doen. Super gaaf. Nou, daar zitten we lekker heen. Lekker hoor. Het is nog een 5 minuutjes, denk ik. En dan is hij er geweest. Wel grappig hoe zeg maar iedereen hier gewoon bij elkaar komt, hè? Dat is toch grappig? Hoe druk het ook gelijk hier is. Ja. Het is maar wat continu wil zeggen. Iedere dag is het weer anders. Ja. Zie je nou verliefd te kijken? Niet. Echt wel? Dat is niet waar. Zag het wel. Je doet hoor. Oh, mooi dit. Ik heb het over jou, niet over de zonsondergang. Ah, we zitten aan elkaar vast. We zitten aan elkaar vast. Oh. Wij lopen terug naar onze kamer. Zonsondergang was prachtig weer. Kijk, hier gebeurt het allemaal. Kijk dit. Zo, dit is wel echt goals hoor. Ik vraag me wel echt af wat je hiervoor betaalt. Maar ik weet niet of dit nou per se echt een bruiloft is, jongens. Of dat dit gewoon een feestje is of zo. Er staat wel iemand in een pak. Dus. Maar geen bruidsjurk. Ja, misschien komt ze nog. Misschien komt. Of ze heeft nee gezegd. Of ze heeft gewoon even omgekleed naar. Ja, dat ze normale kleding aan heeft nu. Ja. Dat kan ook. Ja, sta je dan op Hawaii. Met je bruiloft. Ik vraag me echt af wat het zou kosten. Nou, echt heel veel. Dat denk ik wel, ja. Oké, okay, potje schaken met Lin. Lin? Potje schaken, ja. Laat jij eens zien wat de beste eerste set is. Oké. Laat eens zien. Je weet het niet. Je weet het niet. Oké, oké. Is dat de beste? Ja. Oké, nou, succes. Aha, ik heb geen verstand van schaken, jongens. Ik kan niet schaken. We lopen eens eventjes op het andere deel van het hotel. Er staat hier dus een heel mooi verlicht bord met Aloha. En het leuke is, dus dit betekent natuurlijk hallo. Maar blijkbaar betekent het dus ook doei. En weet je nog wat bedankt betekende? Aloha. Nee, bedankt. Monohala. Mohala? Mahalo, toch? Mohalo. Monohalo. Monohalo, aloha, monohalo, monohala. Koala. Koala. Nee jongens, aloha betekent dus hoi en doei. Dat is wel handig. Zeg maar als je gewoon hoi tegen iemand zegt, maar je wilt ook aloha. Tegelijkertijd niet terugpraten. Zeg gelijk... Fuck you, aloha. Knip er maar uit, ik ben weer een bitch. Nee, laten we erin. Je bent helemaal geen bitch. Gekje. Ook hier op het resort hebben ze trouwens wel allemaal kooikarpers. Kijk eens. Zo, die zijn dik. Deze zijn groot. Oh, ik kan me niet voorstellen dat die bij mij ook zo groot worden, joh. Zo, dit is echt een hele grote, dikke vis. Oh. Heb je gezien hoe groot die karpers zijn hier? Nee, laat het zien. Kijk die rechts hier. Die dikke vis. Zo, die heeft ook een pensje. Die is groot? Die is wel groot, ja. Hoe groot zijn die van jou dan? Nou, ik denk dat die van mij ongeveer dit formaat zijn. Echt? Maar dit is echt een joekel. Ja, dit hotel, jongens, kunnen wij trouwens wel echt aanraden. Ja, dit is echt een aanrader. Het is echt een goed hotel. Alles zit erop en eraan. Roomservice zelfs. Ja. Gewoon echt helemaal perfect. Ja, en roomservice in Hawaii is echt bijzonder. Ja. Wow, Link krijgt net een berichtje. Even de lift openlaten. Vertel eens. Ik had dus net gekozen van dat spuitkat. En iemand zegt, in 2011 is iemand daar ingezogen en zijn lichaam is nooit meer teruggevonden. Heel eng. Goed dat jullie zo voorzichtig zijn. Google maar. Echt joh? Ja. What the fuck? Zo, dat is één van... Volgens mij is dat de vlog van gisteren, jongens en meiden. Daar gingen we inderdaad naar het blowhole hier in Hawaii. Ja, dat was gisteren. En er stond ook een bord van, je kan er ingezogen worden, het is geen waterpark. Misschien is dat pas na 2011 geplaatst inderdaad. Ja, want die had ik gepost. En iemand reageert daarom van... Zo, stel je voor dat je er ingezogen wordt ook inderdaad. Oh, ja, het water heeft zo'n zieke kracht natuurlijk. Maar die is gewoon... Dat lichaam is nooit meer teruggevonden, hoe dan ook? Dat lijkt me zo graag. Ja, dan ben je gewoon in de zee. Ja, maar hoe dan? Maar ja, want het lichaam gaat drijven na verloop van tijd. Dus, ja, oké, okay, dat is te veel informatie. Ja, maar het is wel echt heel gek, dat het gewoon, want je weet waar het ingevallen is. Nou, waarschijnlijk is dat blowhole dus één gat naar de zee. En dat is gewoon... Dus misschien, nooit... misschien is er wel gewoon zo'n verboden ruimte daar. Ja, geen idee. Oh, wij komen hier terug op de kamer. Check eens even. Hoe mooi. Zo,
Nou, dit is wel een prima plekje om op terug te komen. Dit hebben we gisteren natuurlijk niet gezien, eergisteren ook niet. Toen waren we te laat. Het is wel leuk dat we het nu eventjes hier mooi kunnen zien. Het paradijs Hawaii. Oh, en daar, daar waar je dat vuur ziet, daar hebben ze dus die bruiloft. Echt een perfecte plek. Mijn mooie vriendinnetje is even omgekleed. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Wow. Oh, de lift is er. Altijd een moment dat je zeg maar gek doet en dan gaat de lift open en je... En dan denk je, fuck. In één klap normaal gedragen. Gaat er iemand in of niet? Yes, naar beneden. Oké, okay, rustig aan. Het gaat niet helpen, hè? Weet je wat wel gaat helpen? Nou? Oh, we hebben even een lekker drankje gehad. Zo, het is natuurlijk al helemaal weer donker hier op het resort. Maar de fakkels en alles staan weer gezellig aan. Het ziet er allemaal... Dit ziet er wel echt uit als een paradijs zo. Met die fakkels. Dat is ook nog leuk voor in de tuin, hé. Hey. Fakkels. Het is wel een vibe. Sowieso bij de jacuzzi. Ja, het zou wel kunnen hoor. Maar dit is echt op een gasleiding allemaal aangesloten. Dus je zou een hele gasleiding moeten leggen door de tuin. Nee, maar gewoon fakkels die zelf aansteken. Ja, dat is wel leuk. Dat is echt wel, wel cool. Zijn, ja. Ja, ik ben zo benieuwd jongens. Dat is natuurlijk het eerste als we terugkomen in Nederland. Het is nu allemaal heerlijk genieten hier op vakantie en chillen en doen. Maar straks als we terugkomen in Nederland, dan gaat alles met het zwembad echt heel snel beginnen. En er zijn ook al allemaal inspecties thuis geweest tijdens dat wij hier in Hawaii zitten. Nu dadelijk zelf. Ja, maar ja klopt, over een paar uur. Oh, ja. Ik moet straks het alarm eraf halen. Mijn wekker gaat vanavond om 9:30, dat is over 40 minuten. En dan moet ik het alarm eraf halen omdat ze thuis komen inspecteren voor de tuin. Hoe diep de heipalen in de grond geslagen moeten worden. Dus dat gaat wel een leuk project worden natuurlijk allemaal. Ik kan echt niet wachten. Kunnen we straks lekker een drankje drinken bij het zwembad. In de eigen tuin. Heel chill. Ja jongens, we hebben een live beeld van thuis via de voerbak. De eerste die kwam was Donde. Ja, oh, Poekje loopt nu weg. Donde. Je ziet het niet, Dondertje. Ja. Ze horen ons nu ook jongens, dus we praten nu. Via de voerbak naar de katten toe. Donde, je zit voor de licht. Kom eens even iets beter. Kijk eens dat hè. Ja, echt schatjes. Schattig. Oh. Oh. Kijk hem zitten, ja. Ja. Hij schrikt van ons. Donde. Donde. Oh, kijk. Hij gaat er goed voor zitten. Dat is toch schattig? Ik mis hem wel hoor. Als ik dit zie wil ik naar huis. Dan wil ik echt morgen terug vliegen. Maar Steve en Steve zijn weer te lui. Ja, die komen niet. Donde, ga je broertjes halen. Donde, haal je Steve broertjes. Oh. Hij gaat ze nu halen. Oh. Schattie. Oh, daar gaat hij. Ah, oh, kijk hem dan. Gaat hij lekker eten? Oh, hij komt helemaal in beeld zitten hier. Oh, hij hoort onze stemmen. Dit is zo schattig. Oh, zal hij ons missen? Ah, oh, Dondertje. Oh, jongens, ik word hier bijna een beetje verdrietig van. Ik word hier echt wel verdrietig van. Ik vind het echt zielig. Ah, ja, dat is echt het kut aan huisdieren hebben, jongens. Kijk, er wordt echt goed voor ze gezorgd nogmaals. Elke dag is er iemand, maar je gaat ze wel echt missen als je ze zo ziet lopen. Dan denk je wel echt kut, ik wil echt naar huis. We gaan bijna. Ja, maar dat klinkt echt kut, we zitten in fucking Hawaii. Ja. Je moet huilen, hè? Nee, ik moet niet huilen. Maar je wordt ook heel emotioneel. Nee, maar ik vind het zielig ook. Oh, dit is live. Kijk hoe zielig die kijkt. Donder. Oh, hij kijkt zo sneu. Ja. Ik vind niet dat hij zielig kijkt. Niet? Hij kijkt eerder van fuck jullie. Ja. Oké, fuck jou Donder, we blijven hier nog langer. We boeken bij. Zie je, hij is gedaan. Hij denkt fuck jullie. Wow, jongens, kijk. We zijn terug in de kamer en ik zie op de beveiligingscamera's dat dit gebeurt. Wat? Ja, er is iemand thuis nu. Voor het zwembad. Dit is voor de heipalen, hè? Oké, dus hiermee gaan ze dus de heipalen plaatsen. Als het goed is. En oké, dat valt dus nog wel mee. Ik dacht, het is echt een hele grote machine, maar... Dat is gek! Kijk dan, dit is gewoon live beeld nu, hè? Het is hier op dit moment 11:00 s'avonds. En thuis gebeurt om 10:00 s'ochtends gewoon dit. Dat is de volgende ochtend al, hè? Wij zitten hier nog op 28... Nee, wij zitten nog 27 maart. En dit gebeurt op 28 maart bij ons thuis nu. Voor het zwembad. Echt raar.
Dat is zo gek, in de regen ook daar. Wauw, wow, leuk om de echte voorbereiding nu al te zien. Nou, jongens en meiden, dit is ook lekker, denk ik, de vlog van vandaag. Het is heel gek, ik zit een beetje mee te kijken hier live op de beelden dus vanuit thuis. Hij stelt, denk ik, niet helemaal scherp op mijn telefoon, maar je ziet het. Er staat een karretje daar op de oprit. Ja, soort van, je ziet het. Hier staan ze te kijken voor de heipalen. Maar we gaan lekker slapen, want morgen hebben we hier een nieuwe dag. Mooi, jongens en meiden. Waarschijnlijk veel meer zon dan vandaag, want we hebben natuurlijk best veel regen gehad. Maar dat komt omdat we echt in het regenwoudachtige gedeelte waren van Maui. Super gaaf wel om die route te doen en te zien en alles. Maar ja, morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online, jongens en meiden, hier vanuit Hawaii. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in deze vlog. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot morgen. En Lin gaat doei zeggen. Dus Lin zegt... Doei! 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 Later!